De KMO zat er echt wel op te wachten. Hè, want zij zijn ook heel dikwijls bezig met ad hoc oplossingen te zoeken, bijvoorbeeld voor hun opleidingen. Maar met deze ondersteuning kunnen we eigenlijk een stap verder gaan. Competentiecheck geeft ons de mogelijkheid om ruimer te gaan dan het traditioneel aanbod dat we momenteel hebben, waar dat we tot nu toe altijd heel sterk vertrokken vanuit een aanbod van opleidingen, gaan we nu het ruimere kader bekijken. We gaan kijken wat een bedrijf echt nodig heeft en daar dan antwoorden op gaan bieden. Wij zijn een sector die heel sterk KMO-gericht is. 90% van onze bedrijven heeft minder dan 10 werknemers in dienst. Competentiedenken is vaak niet het eerste wat dat er in het hoofd opkomt. En als het gebeurt, is het vaak de zaakvoerder die ermee bezig is. Werknemers uit onze sector zijn ook niet echt bezig met waar wil ik staan binnen zoveel jaar. En door competentiechecks kunnen beide samen in het bad genomen worden om eigenlijk samen na te denken over waar wil ik staan in de toekomst en hoe kan ik mijn competenties laten mee evolueren. Ook voor ons heeft het inderdaad een impact. Wij vertrekken nu op dit ogenblik nog heel sterk van dit is wat wij in onze rugzak hebben, dit is wat wij in ons aanbod hebben. En door competentiecheck gaan we starten met een maturiteitsscan van het bedrijf, dus een foto van het personeelsbeleid, waar we eigenlijk gaan kijken van wat is de situatie van het bedrijf, waar wil het bedrijf naartoe en wat is er nodig om die weg te volgen. Dus we kunnen ook veel ruimer gaan in het aanbod dat we hebben rond aanwerven van personeel en niet zuiver op het aanbod van opleidingen dat we willen ter beschikking stellen van hen. Als je het woord competentiedenken gaat lanceren bij een KMO, gaat die vaak niet weten waar je het over hebt. Maar als je dan doorvraagt, dan merk je wel dat bedrijven daar wel mee bezig zijn. Zonder dat zij zich bewust zijn van we zijn bezig rond competentiedenken, omdat ze echt heel vaak werken op buikgevoel. En dat is eigenlijk ook een voordeel van competentiecheck. Door het kader dat we nu kunnen bieden, gaan we hen daar ook structureel kunnen ondersteunen. En gaan we ook op lange termijn een steun geven voor het bedrijf om hun visie op langere termijn verder uit te werken. Bedrijven zijn op dit ogenblik niet erg bewust bezig met competentiedenken en de toekomst. Ze zijn vaak ook bezig met hoge loonkosten, productiekosten en een investering in het ontwikkelen van een HR-beleid voor kleine KMO's, waar dat het de zaakvoerder is die de HR verantwoordelijk is, is vaak niet de topprioriteit. Dus door het gratis aanbieden van de dienstverlening gaan we daar ook al ruimte creëren om een bedrijf de mogelijkheid te geven om daarop te investeren.